8 uur 's ochtends live vanuit de Top 2000 Café in Hilversum. Het Radio 2 NOS Journaal met Martijn Nijhuis. Goedemorgen. Goedemorgen, Willem. En over een paar minuten begint de 20e editie van de Top 2000 hier op NPO Radio 2, live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. Hekken sluiten van de lijst is dit jaar Teardrops van Womack & Womack. Daar begint Bart Arends dus, of Bart Arends. Is natuurlijk helemaal niet Bart Arends. Nou, we beginnen er allemaal mee zometeen. Ja, dus dat is een beetje dom van mij, hè? Mag ik de cassettemandje even terug? Ja. De hekken sluiten van de lijst is dit jaar Teardrops & Teardrops van Womack & Womack. Daar begint de Top 2000 zometeen dus mee. Mijn eerste mix Bart Arends waarschijnlijk weer een spectaculaire opening aan elkaar. Hekken sluiten schijnt Bohemian Rhapsody te zijn. Ja, ligt eraan hoe je het bekijkt. Ja, nee, dat is ook weer zo, ja. En als je dacht dat het niet spectaculairder kon dan vorig jaar. Jongen, live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. Wat sowieso een waanzinnig spectaculair gebouw is. Met rock'n'roll dansers en volgens mij de hele drumband van de marine is uitgerukt. En een gospelkoor. Het meesterwerk van Bart Arends. Bart, fantastisch. Gefeliciteerd, man. Dankjewel. Ben je er blij mee? Ja, ik ben er heel blij mee. Hartstikke goed. We gaan gauw naar Top 2000 Café, want we gaan eraan beginnen. De Top 2000 editie 2018. Jan Willem. Wat een geweldige sessie, hoor. Goedemorgen. Het is eerste kerstdag 2018. Het is 8:10. 7 dagen lang kon er gestemd worden in de eerste week van december. En vandaag gaat het aftellen dan eindelijk beginnen. Nog 2000 nummers tot het nieuwe jaar begint. Met trots gepresenteerd door heel veel van mijn collega's en mijzelf natuurlijk. Bart Arends, je hoorde hem net en je hoort hem iedere dag tijdens de Top 2000 tussen 10 en 12 in de ochtend. Grote vriend Gijs Staverman, iedere dag tijdens de lunch tussen 12 en 2. Tussen 2 en 4, niemand minder dan Rob Stenders. En Ruud de Wild is er natuurlijk ook weer bij dit jaar. Iedere middag tussen 4 en 6. Daarna Wouter van der Goes. Hij begint je avond lekker met muziek uit de Top 2000. Van 6 tot 8 en dan Stefan Stassen. Ook dit jaar is hij weer van de partij tussen 8 en 10 s'avonds. En hij mag de lijst afsluiten op oudjaarsavond Paul Rabbering. Hij is er van 10 tot middernacht. Iedere dag tijdens de Top 2000. En hoe later hoe knapper Evelien de Bruin van 12 tot 2 s'nachts. En de hoogste nieuwe binnenkomer in het presentatieteam van de Top 2000. Rick van Veldhuizen in de nacht tussen 2 en 4. Frank van het Hof. Hoor je 's ochtends tussen 4 en 6 en om 6 uur maakt Annemieke Schollaartje zachtjes wakker met de Top 2000. Wij mogen je meenemen langs de mooiste liedjes uit je leven. Het zijn de artiesten die de woorden vonden waar we zelf naar zochten op mooie, maar ook op moeilijke momenten. Maak je klaar voor de reis langs 2000 nummers waarmee we afscheid nemen van 2018. En mooier kan die lijst eigenlijk niet beginnen. Geluk en gemis komen schitterend samen in dat ene zinnetje. The music don't feel like it did when I felt it with you. Met Teardrops van Womack & Womack wens ik je een mooie kerst en een geweldige Top 2000. Geschreven als ballad, maar daar merk je verder helemaal niks meer van. Hathaway, What is Love, staat in de Top 2000 op 1999. Lonneke Ziegers, die heeft even getwijfeld, zal ik er wel op stemmen, zal ik er niet op stemmen, toch heeft ze het gedaan, ze schrijft erbij Ultieme Guilty Pleasure. Dennis van Bree uit Dongen, die schaamt zich er totaal niet voor. Hij zegt, ja, dit is gewoon met afstand het allerbeste Eurodance liedje ooit gemaakt, en die hoort er wat mij betreft echt in. Het is gelukt, op 1999 dus. Zometeen op 1997, Isn't It Time van de Babies, na een liedje van John Mayer. Hij staat 8 keer in de lijst dit jaar. Deze is nieuw binnengekomen op 1998. Nathalie schrijft erover. De woorden die hij zingt lijken wel zwaarder binnen te komen nu ik ouder word. Terwijl je het ouder worden mag ontvangen als een bijzonder cadeau, zou je het soms toch even stil willen kunnen zetten. Dat je gewoon 2 keer kan genieten van een speciaal moment, of even extra van die dagelijkse dingen die je zo voor lief neemt. I'm so scared of getting older. I'm only good in being young, zingt John in Stop This Train. Let It Go van James B. Hanneke van S. uit Gaam heeft een gedeelte van het refrein van dit nummer laten tatoeëren. Dus laten vereeuwigen. De inkt van Let It Go is in de Top 2000 wel langzaam aan het vervagen, moet ik zeggen. Want hij is behoorlijk gezakt, meer dan 500 plekken naar 1996. Top 2000. NPO Radio 2. Het is eerste kerstdag 2018. Misschien zit je lekker aan je kerstontbijtje, net als heel veel luisteraars hier in het Top 2000 Café, Jeroen. Het is zo gezellig. Ik ben even dat Top 2000 Café ingesneakt, geprobeerd een beetje adoniem. Top 2000 Café, goedemorgen! Ja, geweldig.
Leuk, er zijn die lange tafels opgesteld waar het tot 2000 VIP-ontbijt aan de gang is. En dan denk je, VIPs, wat voor VIPs? Het zijn allemaal luisteraars die zichzelf hebben opgegeven. En deze vroegte op eerste kerstdag naar Hilversum zijn gekomen. Zich helemaal mooi opgedoft allemaal. Wat zie je er prachtig uit. En Emma is hier ook. Hi Emma. Hoi, goedemorgen. Jij had jezelf opgegeven. We hebben elkaar al gesproken bij ons in de ochtendshow. Jan-Willem, start op. Want jouw schoonmoeder die dacht, dat gaat zij leuk vinden, die Emma, om hier naartoe te komen. Ja, precies. Ja, klopt. Want je bent zo'n top 2000 fan? Nou ja, best wel. We zijn toevallig 2 jaar geleden op tweede kerstdag ook heel vroeg hier geweest. Ja, echt supergezellig. Want zij zei ook, jouw schoonmoeder, wat lief van je schoonmoeder dat ze je opgeeft ook. Maar ze zei, Emma heeft best wel een pittig jaar gehad. In die zin van heel druk geweest met van alles. Wat heb je allemaal uitgespookt? Nee, mijn moeder is heel erg ziek geworden. We hebben een eigen winkel. Dus ik heb hals over kop mijn studie aan de kant geschoven om de winkel te draaien. Dus meer dan fulltime samen met mijn vader hebben we geprobeerd de tent maar een beetje draaiende te houden. Daarnaast een nieuwe baan. Ik ben aan het afstuderen. Die heb ik toevallig vorige week mijn scriptie ingeleverd. Dus eigenlijk heel veel van alles en nog wat. Dus studeren, werken, alles tussendoor en alles tegelijk. Ach, lieverd. Je hebt het zo dubbel en dwars verdiend om jezelf gewoon even lekker in de watten te laten leggen hier vandaag. Heel veel plezier. Dankjewel. Mooi. Ah, mooi. Het is tijd voor een dansje, Jeroen, in de top 2000. Kom maar op. Petra Salent en het Papendrecht, die schrijft, ik stond als meisje, als heel klein meisje, al mee te zingen op dit nummer. Op mijn manier schrijft ze erbij. Nou ja, wij gaan ook meezingen en meedansen op onze manier. Er gaat niks boven een dansje met een mooi mens op een mooie plek op dit nummer. Strangers in the Night, 1995. Die geweldige stem van Frank Sinatra. Dit is de top 2000. Jan-Willem Roodbeen. NPO Radio 2.